We gaan vandaag het derde college organisatiemanagement in. En we gaan kijken naar het publiek-privaat onderscheid. In het kader van het verbeteren van de publieke dienstverlening gaan we vandaag kijken naar de vraag of en in hoeverre het relevant is om binnen die zoektocht naar excellente overheid, om daar een onderscheid te maken tussen publiek en privaat. Kan dat in hoeverre? Als dat kan, hoe doe je dat dan? En wat laat onderzoek, recent onderzoek zien in de vraag of dat relevant is of niet. Dus we gaan eerst even in op de actualiteit van het thema. Daarna gaan we kijken naar het functioneren van organisaties. We maken een analyse van de drie ideeën over de scheiding tussen publiek en privaat. Kijken naar de generic approach, het idee dat het niet zo relevant is om een onderscheid te maken tussen publiek en privaat. Als je kijkt naar de structuur van organisaties en hoe je die kunt verbeteren. Het idee dat publiek en private organisaties erg door elkaar heen lopen is de tweede benadering. De blurring. En als laatste gaan we kijken naar als je wel een onderscheid maakt tussen publiek en private organisaties. Op welke kenmerken is het onderscheid relevant? We gaan ook even kijken naar twee of drie modellen, even afhankelijk van de tijd die we hebben, die een onderscheid maken. En als we dan aan het eind van het college zijn, is het de bedoeling dat jullie op hoofdlijnen begrijpen in hoeverre een onderscheid tussen publieke en private organisaties maken, of dat relevant is en zo ja, hoe je dat zou kunnen doen. Het thema is ontzettend actueel en relevant. Maar we gaan eerst eens even kijken of het geluid ermee werkt. Het zal waarschijnlijk niet uit zichzelf zomaar een eentje goed gaan. Maar misschien ook wel. We horen wel iets hoor, ja. Je kunt het gelijk nog harder doen, maar... Ja? Horen jullie wel iets? Ja. Ja, nu word ik toch ernstig getest, want ik weet dus niet van techniek. Ik kan er ook echt niet. In het YouTube schenk je zelf bij het geluid harder zetten. Wat zeg je? Je kunt in het YouTube zelf, schenk je zelf volgens mij het geluid harder zetten. Oh, dat het zijn. Ja. Naar rechts. Naar rechts. Ja, het werkt wel. Voor verandering. Yes, ik wist dat ik een keer ooit van de eerste zou kunnen doen. Dat is zo'n overwinning voor mij. Ik kan hem niet eens een spijker in de muur slaan. Laat staan dat ik dit zou kunnen. Alright. Deze uitspraak van John Kotter. Spreekt me bijzonder aan. Hij zegt, uiteindelijk zegt hij, gaat het niet om strategie, structuur, cultuur en systemen. Ja, natuurlijk is dat belangrijk. Maar hij zegt, the core of the matter is always changing the behavior, about changing the behavior of people. En waarom is dat nou zo belangrijk? Nou, zegt hij, 70% van alle veranderinspanningen in bedrijven mislukt. En dat leidt tot allerlei problemen. Want de wereld verandert steeds sneller, is vaak gehoord geluid, zegt ook John Kotter, de noodzaak voor verandering, de tempo binnen verandering moet plaatsvinden, dat neemt eigenlijk alleen maar toe. Als je nou kijkt naar geslaagde veranderingen, dan gaat het altijd om emotie. Het is eerder see, feel, change, hoe het werkt. Mensen moeten dingen zien, moeten dingen ervaren en voelen. En dan komt er een verandering op gang. En in heel veel bedrijven proberen men toch iedere keer weer opnieuw met cijfers, met rationele argumenten, met business cases, een verandering op gang te brengen. Ik heb nog nooit die zeggen, weet je, bij ieder perspectief moet je een aantal dingen op een rijtje zetten. Je moet doelstellingen formuleren. Wat wil je op lange termijn bereiken? Bijvoorbeeld als het gaat om je financiële doelen. Bijvoorbeeld als het gaat om je klantendoelen. Je moet maatstaven neerzetten, prestatieindicatoren. Wat ga je nou eigenlijk meten? Wanneer weet je nou dat je dat gehaald hebt? En je moet prestatienormen neerzetten. Duidelijke cijfers. Aangeven dat dit is wat we willen scoren. En dat moet helder zijn voor iedereen in de organisatie. Het aardige is dat deze manier van denken, die dwingt je
om uiteindelijk allerlei, ja, wat meer abstracte, strategische doelen misschien wel, dan zat allerlei values, allerlei ideologische ideeën, om die te vertalen naar concrete acties. Nou, ik ben er wel klaar mee, Jum. Ja. Ja, oké. Okay. Wie kent deze man? Juist. Wie mag het zijn? Ben Tichelaar. Ben Tichelaar. Hij staat me boven. Ja, ja joh, maar ik bedoel, je kan zijn naam kennen, maar de vraag is, ken je hem? Weet je niet. Oké, okay, nou. Hij ligt in iedere ACO, hè, tegenwoordig. Hij heeft allerlei verschillende boekjes geschreven. Dit is jouw jaar, geloof ik, is een van zijn boeken. En, het is echt een managementgroeper en geeft management seminars. Dat is bekend wel ook van de televisiereclames. MBA in de D. Volgens hem kun je Master of Business Administration worden als je een dag naar hem gaat luisteren. Wie van jullie is er wel eens bij hem geweest? Iemand? Niemand. Nou ja, ik kan het gewoon zeggen hoor. Ik bedoel, alle middelmanagers van Fortis zijn bijvoorbeeld geweest. Ja, voor de kiezers. Nee, hartstikke interessant hoor. Ik bedoel, er zijn heel veel serieuze mensen die hier naartoe gaan en dat is allemaal best interessant. In het begin haalt hij Kotter aan. De Kotter is echt een heel belangrijke organisatiedeskundige. Dus ik zou niet zomaar willen zeggen dat wat hij te vertellen heeft, dat het nergens over gaat. Maar dit is toch een beetje een soort van presentatie waarvan wij zeggen, nou laten we nog iets feitelijker kijken naar wat die theorieën inhouden. In plaats van dat je smijt met veel namen en veel termen. Laten wij hier vandaag kijken naar een aantal theorieën en die echt even uitdiepen om te kijken in hoeverre we iets zouden kunnen leren van private toepassing in de publieke sector, wat dan ook. Iets meer dan dit. We bedrijven in wetenschap met elkaar en dat gaat net even een laagje dieper. Overigens, als je een compleet overzicht wilt, het schijnt maar €1000 voor een dag te kosten. Iedereen heeft tegenwoordig een scholingsbudget, dat wil je een dag gezellig in de... Ja. Ben je verbonden aan de universiteit, los van de Nijrode? Nee, hij is wel gepromoveerd binnen de psychologie. Ik weet niet, als ik hem zie in pak, dan denk ik zelf dat ik misschien de volgende keer maar gewoon een jasje aan doe. Goed, is het onderscheid tussen publiek en privaat nou relevant of niet? Dat is een beetje de vraag. Ik denk dat dat relevant is, sterker nog, het is ontzettend actueel. De vraag wat laat je de overheid uitvoeren en wat laat je over aan de private sector, zou je simpelweg kunnen beantwoorden met het idee collectieve goederen, publieke goederen, doet de overheid individuele goederen die je kunt ophakken in stukjes en kunt aanbieden en verkopen op een markt, die laat je aan de private sector, aan de private sector. De zorg in essentie, de zorgverzekering, is een individueel goed. Klein stukje herhaling voor de mensen die ook bij openbare financiën zitten. Net zo relevant voor dit vraagstuk. Dit vraag is een individueel goed. En toch zien we dat er in het NRC wordt gezegd door een hoogleraar gezondheidszorg. De zorgverzekeringspremie inkomen afhankelijk maken is in feite het nationaliseren van het stelsel. Het is van de baan, maar het is mega actueel geweest afgelopen week. Het idee dat als je de zorg premie inkomen afhankelijk zou maken, dat zou betekenen dat je niet meer kiest je zorgverzekeraar op basis van een premie, want die premie wordt grotendeels geheven langs de belastingen. Dus hoe moeten zorgverzekeraars dan met elkaar concurreren op kwaliteit? Nou, dat is voor ons al helemaal moeilijk in te schatten. Welke kwaliteit levert een zorgverzekeraar dan? Kunnen wij dat wel weten? Okay. Stel dat je die vraag niet goed kunt beantwoorden, dat is in feite dit stelsel een nationalisering van de zorgverzekeringsmarkt. Maar dit is niet helemaal een markt zoals die nu is georganiseerd zonder overheidsinterventie. Als de overheid niet zou interveneren in dit stelsel, zouden jullie namelijk hele goedkope premies betalen en oudere mensen hele dure premies betalen. Zouden jullie je misschien wel niet verzekeren? Omdat je vindt dat je geen risico loopt, dan zouden mensen die slecht verzekerbare risico's hebben, zich moeilijk kunnen verzekeren, omdat die niet zo populair zijn. Maar het zou, bij verzekeraars, maar zouden het juist wel willen. En iemand die net geboren is, die kan zich helemaal niet verzekeren. Kortom, als je niet interveneert als overheid hierin, door te reguleren, door
wetten te stellen. Dan komt er een evenwicht tot stand op de markt wat wij maatschappelijk gezien niet acceptabel vinden. Dus je ziet dat alleen het onderscheid tussen collectieve en individuele goederen niet voldoende is. Om voor onszelf uit te kunnen maken of je iets publiek of privaat aanbiedt. Of dat er tussenvormen zijn. De overheid reguleert in ieder geval van een sector heel sterk. Het is mega actueel, zeker in deze tijd van ombuigingen. De miljarden vliegen hier om de oren. De ene keer gaat het over 15, 16 miljard. Nu horen we weer de hele tijd dat het gaat om 47 miljard ombuigen tot 2017. Dat is ontzettend veel geld. Het gaat natuurlijk in feite over dat als je uitgaven schrapt in de collectieve sector, dat je ook taken schrapt in de collectieve sector. Waarschijnlijk. Misschien laten we wel voortaan taken uitvoeren door bedrijfsleven, zoals we dat ooit ook in een hele grote saneringsoperatie in de jaren 80 al hebben gezien. Dat allerlei overheidsmonopolies, overheidsbedrijven naar de private sector werden gebracht. Nu hebben we daar er niet meer zo gek veel van, maar het zou nog steeds kunnen bij een aantal onderwerpen. Misschien dat de uitvoering van bepaalde sociale zekerheidsregelingen wel geprivatiseerd zou kunnen worden. Of niet. Het zou een overweging kunnen zijn, maar er bestaat in ieder geval aan de vooravond van een grootscheepse bezuinigingsoperatie die ons ook misschien wel de vraag doet stellen, misschien niet door dit kabinet, maar breder wij als wetenschappers, van wat wil je nou wel publiek doen en wat wil je nou wel of niet privaat doen. Een taakdiscussie, zo gezegd. Actueel en belangrijk, denk ik. Dus in dat licht is het ook wel relevant dat we gaan kijken naar hoe presteren dan die verschillende sectoren. Is de private sector efficiënter dan de publieke sector? Of niet? Wat zegt onderzoek daarover? Is het überhaupt relevant om een onderscheid te maken? Nou, vandaag weet ik. Wij maken wel een onderscheid hè, tussen publieke en private organisaties. Sowieso maken we dat onderscheid, omdat als het onderscheid er niet zou zijn, waarom zouden publieke organisaties dan überhaupt bestaan? Dan zou alles privaat uitgevoerd kunnen worden. Uiteindelijk hebben we gezegd, wij hebben publieke organisaties nodig. In tijden van crisis realiseren we ons dat nog net iets meer. Ik heb het twee weken geleden ook gezegd. Na een grote crisis wordt er altijd naar de overheid gekeken. Na de bankencrisis kijken we naar de overheid om systeembanken te redden. Na een veiligheidscrisis kijken we naar de overheid omdat we willen dat veiligheidsdiensten beter werken. Dat we willen dat nooddiensten beter samenwerken om een crisis op te kunnen lossen. Dus we hebben zeker publieke organisaties nodig, dat voelen we aan. Maar we gaan geen simpel onderscheid maken. De grote bijdrage aan de vraag hoe organisaties te structureren zijn, hoe ze functioneren, hoe je dat kunt verbeteren, die zijn generiek van aard. Dus de kennis is toepasbaar op beide typen. Daar gaan we vandaag mee beginnen. We hebben dus die drie onderscheiden die we maken in de vraag of het belangrijk is of niet. We hebben een generieke approach. We hebben een blurring approach, waarin we zeggen, nou die sectoren lopen steeds meer door elkaar, het is moeilijk onderscheid maken. We hebben een distinct approach die zegt, ja, dat is wel belangrijk. Die drie, belangrijk, onthoud dat en zorg dat je die grotendeels kunt schetsen, die drie benaderingen. We beginnen met de belangrijkste auteurs die uit die generieke benadering komen. Weber. Max Weber, jullie natuurlijk allemaal bekend. Max Weber die kijkt naar de bureaucratische organisatievorm. En die zegt dat dat in het ideaaltype de beste manier is om te organiseren. De bureaucratische organisatievorm waarin taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in beschreven documenten. Waarin aanstellingen op functies gebeurt op basis van de merites, wat je kunt en wat je hebt gedaan in plaats van wie je kent en waar je geboren bent. Rationeel legaal gezag, wat een superieure organisatievorm is. Beter dan gezag voortkomend uit aristocratische verleden of vanuit charismatisch leiderschap. Maar Weber zegt, de bureaucratische organisatievorm komt in beide sectoren voor.
met die manier van organiseren, van standaardiseren, van hiërarchie, top-down in organisaties, bevoegdheden vastleggen, taken vastleggen, verhoudingen tussen verschillende lagen, taakspecialisatie, komt in beide sectoren voor. En Taylor's principles van het scientific management ook in beide sectoren. Dat hebben jullie over gelezen waarschijnlijk, als het goed is vandaag, in hoofdstuk 3 van Rain. Wie weet weer een aantal principes van dat scientific management te vertellen? Ja. Gaat uit van de organisatie als een machine. Verhogen van de productiviteit op de werkvloer door het productieproces in kleine stukjes te hakken. Absoluut. Ja, door specialisatie eigenlijk in feite. En Simon, misschien wel een van de belangrijkste bestuurskundigen, die kijkt dan naar politieke processen in publieke organisaties, maar die zegt, ja, het onderscheid is eigenlijk ook niet zo relevant. Want zijn belangrijkste idee, het zijn begrip van satisficing, het idee van de bounded rationality, dat komt in beide sectoren voor. Bounded rationality, jullie waarschijnlijk wel bekend. Het idee dat je keuzes maakt vanuit een beperkte rationaliteit. Het idee dat je niet, zoals de meeste rationele besluitvormingsmodellen zeggen, dat je alle opties voor een probleem en de alternatieven om dat op te lossen naast elkaar kunt zetten. Je zet ze naast elkaar, je zet er een grote streep onder, je rekent alle voordelen uit, alle nadelen uit en onder de streep heb je een uitkomst en je kiest een oplossing. En dan kies je de oplossing met het beste resultaat voor de minste middelen, met de beste consequenties. Het idee dat je zo besluitvorming structureert, zegt Simon, dat is in de praktijk niet aan de hand. Kan niet aan de hand zijn omdat je altijd beperkt bent door tijd. Door middelen. Als je kamervragen moet beantwoorden, als je beleidsplannen moet indienen in Europa voor een bepaalde deadline om je begrotingstekort op te lossen, dan ben je beperkt door tijd, je bent beperkt door middelen omdat je niet oneindige afdelingen hebt die voor jou alle alternatieven kunnen onderzoeken. En je bent beperkt als laatste, maar niet in de laatste plaats. Door het gebrek aan capaciteit. Je kunt niet alle mogelijke consequenties van ieder beleidsvoorstel doorrekenen en al die consequenties overzien in samenhang. Je weet je beperkt door je menselijke capaciteit. En binnen die constellatie van die beperkte rationaliteit maak je een overzicht van een aantal opties en dan kies je de optie nog niet eens die misschien de beste is. Maar je kiest dan de beleidsoptie die met voor alle partijen aan tafel acceptabel is. Dat idee van satisficing, van zorgen dat mensen tevreden zijn met het voorstel wat op tafel ligt, is het idee van beperkte rationaliteit. Voorkomend in beide sectoren, zowel in publieke als private organisaties, zie je dit mechanisme tot stand komen. Sterker nog, je zou kunnen zeggen, het is zelfs ook wel rationeel om beperkt rationeel te zijn. Met andere woorden, het uitrekenen van allerlei alternatieven kost ook geld. De kostprijs van de kostprijs, om het zo maar eens te zeggen. De kostprijs van de kostprijs berekenen moet je ook meenemen. Het zou natuurlijk eigenlijk een soort van irrationeel zijn om alle mogelijke voorstellen voor een plan door te rekenen op zijn consequenties. Nou ja, dat kunnen wij zelf ook wel bedenken. Je gaat niet alle mogelijke alternatieven onderzoeken, dus je zou zelfs kunnen zeggen het is rationeel om beperkt rationeel te zijn. Simon's idee van satisficing, van bounded rationality, komt voor in beide sectoren. Dus zomaar is drie belangrijke auteurs op ons vakgebied zeggen dat het onderscheid tussen beide sectoren niet zo relevant is. Omdat wat zij hebben gezegd en wat zij hebben onderzocht, wat zij hebben opgeschreven, dan zeggen zij, komt voor in beide organisatieteams. Het idee als je organisaties onderzoekt op hoe effectief ze zijn en efficiënt ze zijn, staan we nou dat er niet echt bewijs is dat publieke organisaties minder efficiënt zouden zijn. Dat is best wel een contrast
met wat wij dagelijks meemaken met elkaar, denk ik. Als je op een familiefeestje vertelt dat je bij de overheid werkt, dat je in de publieke sector werkzaam bent, dat je die bestudeert in de avonduren, in je kostbare avonduren. Dat moet je niet doen, joh. Bureaucratische ellende, kost allemaal geld, tijdsverspilling, ambtenaren zijn lui, bla bla bla, al dat soort populaire overtuigingen. Private partijen laten alles maar zoveel mogelijk doen door te krijgen, die kunnen dat toch efficiënter. Gaan we kijken of daar grond voor is om dat te vinden en om dat te zeggen. Ik zal niet zeggen dat alle privatiseringen die we in de praktijk hebben gezien niet hebben geleid tot enige kostenvoordelen. Dat is wel zo. Maar we moeten een beetje een onderscheid maken tussen bedrijfseconomische kostenvoordelen en wat we uiteindelijk op de markt met elkaar betalen. Privatisering van bijvoorbeeld de busbedrijven in de grote steden heeft echt wel geleid tot bedrijfseconomische voordelen. Door een beetje concurrentie waren al die goud omrande cao's van buschauffeurs die bij de gemeente in dienst kwamen best wel onder druk te staan. Dus dat heeft onder tucht van de markt en van de concurrerende partijen er echt wel voor gezorgd dat een aantal van die grote verworvenheden die binnen dat soort clubs waren opgebouwd, dat die een beetje onder druk kwamen te staan. Of populair gezegd dat het vet uit de organisaties wordt gesneden. Ik vind het een beetje een ongelukkige term. Maar, oké. Het kan best zijn dat dat in bepaalde sectoren gebeurt. Maar als dat in één sector zo is, of in een aantal sectoren zo is, wil dat nog niet zeggen over het algemeen dat publieke organisaties minder efficiënt opereren dan private organisaties. Een belangrijk onderscheid daarin is bijvoorbeeld het onderscheid tussen kostprijzen en transactiekosten. Daar komen we straks nog over te spreken. Wat in ieder geval uit onderzoek blijkt, is dat je organisaties op verschillende variabelen kan rangschikken. Als je even gewoon alle organisaties die je kent op een rijtje gooit, dan kun je zeggen, nou, je kunt rangschikken op de vraag publiek of privaat, maar je kunt het ook rangschikken op budget, op omvang van personeel, hoeveel personeelsleden werken. Je kunt kijken naar de functie. En de taak biedt de diensten aan, producten aan, meetbare output, niet meetbare output. Je kunt kijken naar de technologie binnen die organisaties. Je kunt kijken naar de omgeving. Is de omgeving aan verandering onderhevig? Is het een complexe omgeving? Of is het meer een stabiele omgeving, mechanische omgeving? Dat soort factoren. Je kunt verschillende manieren, je hebt verschillende manieren om verschillende organisaties de rangschik. Vergeet niet je telefoon uit te zetten. Maar dan maak je het uit. Het zou mij ook kunnen worden. Goed. Dus omvang, functie, taak, technologie. Wat we straks gaan zien is dat dat onderscheid misschien wel relevanter is dan het publiek-privaat onderscheid op zich. Als je publieke en private ziekenhuizen gaat vergelijken in Nederland, ga je een groot verschil vinden in overheidskosten. Maar dat heeft ermee te maken dat publieke en private organisaties ziekenhuizen in Nederland, en private heb ik dan over ziekenhuizen met een winstoogmerk, de privéklinieken zo gezegd, zijn die nou minder bureaucratisch omdat ze privaat zijn? Of zijn die minder bureaucratisch omdat ze een andere taak hebben? Of omdat ze een andere omvang hebben? Probeer die vraag eens te beantwoorden. Iemand? Ja, is het zo mooi in het hoekje? Blauwe trui? Ik denk dat... Nee, de buurman achter. Oh. Ja. Ik heb ook een blauwe trui. Ja, dat is waar. Maar jouw telefoon ging af. Je hebt de kans al gehad. En een keer de vraag hebben? Dan één keer de vraag. Ja, dat kan best. Als je kijkt naar publieke grote algemene ziekenhuizen en je kijkt naar privéklinieken, dan zou je kunnen zeggen, grote academische ziekenhuizen zijn publiek. Privéklinieken zijn privaat. Is het nou, en we denken hier met z'n allen waarschijnlijk wel, dat de overheid in zo'n privékliniek iets minder is.
bureaucratie is wat kleiner. Ligt dat nou aan het feit dat die ene organisatie publiek is en de andere privaat, of ligt dat aan de variabelen die ik in het eerste deel heb gezet, namelijk omvang, functie, taak, technologie? Nou, ik denk wel dat er verschil zit tussen publiek en privaat. Privaat het meer ontwikkeld om noodzakelijk en efficiënt te werken. Omdat middelen schaars zijn. Ja. Maar middelen voor publieke ziekenhuizen zijn niet schaars. Nou, het gaat meestal op basis van budget. Dus, en dan zijn ze oneindig. Nou, dan is er minder een prik om het proces te effectiever te maken. Ja. Maar is dat een assumptie of een constatering? Dat die private organisaties efficiënter zijn en politiek. Ik heb dat niet gezegd. Pardon? Ik heb dat niet gezegd, dat is de vraag die ik wil stellen. Als stel dat dat zo zou zijn, dan denk ik persoonlijk dat dat meer te maken zou hebben met het feit dat ze, als je puur gaat kijken naar de overheid, naar de bureaucratische kosten, dat dat veel meer te maken heeft met het feit dat je in privéklinieken planbare zorg hebt, bijvoorbeeld. Dat je maar één of twee type operaties doet, dat je maar één OK of twee OK's hebt om te vullen. Dat je geen noodhulp hoeft te verlenen, dat je geen spoedeisende afdelingen hebt, dat je geen allerlei interventieteams achteraan moet hebben voor als er dingen misgaan. Als jij continu en alleen maar planbaar knieoperaties uitvoert, logischerwijs kun je je dan efficiënter, doelmatiger opstellen dan dat je een ziekenhuis moet runnen wat alle mogelijke ingrepen moet kunnen doen en ook op alle mogelijke consequenties voorbereid moet zijn. Maar als we nou publieke en private ziekenhuizen gaan vergelijken tussen landen, dan komt er weer een heel ander beeld naar voren. Dan zien we, als je in het Nederlandse bestel kijkt, zien we voornamelijk publieke ziekenhuizen, of in ieder geval ziekenhuizen in stichtingsvorm, in het maatschappelijk middenveld. Als we dat vergelijken in landen waar ziekenhuizen privaat vormgegeven zijn. Maar ze hebben wel als taak en als doelstelling om de brede zorg te verlenen met alle mogelijke consequenties en alle mogelijke ingrepen, dan zien we eigenlijk dat er heel weinig verschil is in bureaucratie. Omdat ze hetzelfde type diensten moeten leveren, omdat ze dezelfde technologie gebruiken, omdat ze qua omvang ongeveer net zo groot zijn. En als je dan over het gaat tellen, hoeveel secretaressen zijn er in dienst, hoeveel managers zijn er in dienst, hoeveel gaat er op aan ICT, hoeveel gaat er op aan verantwoording, dan zie je dat dat min of meer hetzelfde is. En er is een vrij weinig verschil. Dat is op zich wel interessant. Dat is een heel interessant gegeven, daar komen we straks op terug. Het probleem is dat als je een onderzoek goed wilt funderen, wat er beter werkt, publieke of private organisaties, dan moet je eigenlijk beide type organisaties hebben, de ene in een publieke sfeer, de andere in een private sfeer, dan kan je het goed vergelijken. Het probleem is alleen dat publieke organisaties nou juist publiek zijn, vaak, omdat ze niet goed privaat kunnen. Dus je hebt vaak niet een private evenknie om mee te vergelijken binnen dezelfde voorwaarden, ceteris paribus. Het is heel lastig om in Nederland, binnen het Nederlandse bestel, twee type organisaties te vinden. De ene publiek, de andere privaat. En te kunnen onderzoeken en te kunnen zeggen, hé, daar zit het verschil. En dan niet alleen op één type organisaties, maar op een hele grote N van onderzoek. Dus een heel groot aantal cases, omdat je ook moet kunnen corrigeren voor toevallige variabelen. Voor intervenerende variabelen. Je moet kunnen corrigeren voor andere factoren. Dus het is buitengewoon lastig om het publiek-privaat onderzoek te doen. De kern van de publieke sector kun je namelijk niet meenemen in die onderzoeken, omdat ze privaat simpelweg niet bestaan. Als jij defensie wilt onderzoeken, als je politie wilt onderzoeken, ga dan maar eens de private equivalent daarvan vinden. Als jij het openbaar bestuur wilt onderzoeken, is lastig toch? Dus dat is al bijna niet te doen, ja. Heeft het ook te maken met het feit dat de meet- en kwantificeerbaarheid van de output ook heel ingewikkeld is? Op het moment dat je vergelijking gaat trekken? Nou ja, kijk,
Sowieso is dat een probleem natuurlijk als je publieke organisaties afrekent op meetbare doelen. Omdat de meetbaarheid van publieke diensten vaak minder groot is. Sowieso zijn diensten moeilijker meetbaar dan producten. En als je al afrekent op diensten zie je vaak het probleem dat prikkels werken en mensen zich op die afrekenbaarheid gaan focussen, waar we 2 weken geleden ook over hebben gehad. Dus dat is sowieso een probleem in de publieke sector. Afrekenen op doelen, op concreet meetbare doelen, zorgt vaak ook voor perverse effecten. Dat hebben we ook gezien in het hoger onderwijs, dat hebben we gezien bij de politie. Maar daar gaat het nu niet zozeer om. Nu gaat het meer om het probleem dat je niet een groot genoeg onderzoek kan doen naar organisaties die op die variabelen onderscheidend zijn, maar op alle andere variabelen min of meer hetzelfde. Dat is lastig. Dus dat onderscheid maken is moeilijk. Maar de generic approach zegt dus in feite dat het onderscheid maken ook niet nodig is. Omdat het veel meer gaat de relevantie vinden we in taak en technologie, in omvang. Dat zijn veel relevantere variabelen om naar te kijken hoe een organisatie gestructureerd is en hoe het verbeterd kan worden, dan het publiek of privaat zijn van een organisatie. En dat zeggen dus ook de grote schrijvers die we net even hebben aangepakt. De vraag is in hoeverre je het onderscheid überhaupt nog kunt maken, omdat er ook wel een zekere mate van blurring van de sectoren aan de hand is. Een overlap tussen de publieke sector en de private sector. Staatsbedrijven, denk maar aan de staat. Staatsbedrijven, oude staatsbedrijven die qua grondslag dan wel privaat zijn, een PV of een NV, maar die wel door de staat gefinancierd worden. Denk aan al die bedrijven en al die non-profit organisaties die publieke taken uitvoeren, maar niet publiek verantwoording hoeven af te leggen. Maar ze werken wel voor de overheid. Denk aan al die stichtingen en al die verenigingen waar scholen in actief zijn en waar je verzorgingshuizen en verpleeghuizen in actief zijn. Maatschappelijke instellingen, sportverenigingen, sociale zekerheid. Vroeger dan, meer dan nu. Nu zijn de meeste, of eigenlijk bijna alle organisaties die sociale zekerheidsregelgeving uitvoeren, zijn publiek. Jullie kennen het allemaal. In hoeverre is dat onderscheid nog relevant? Deze bedrijven worden grotendeels publiek of collectief gefinancierd, maar zijn privaat van aard. Dat brengt overigens ook weer de nodige problemen met zich mee. Want als ze dan wel publiek gefinancierd worden, maar ze zijn privaat van aard en ze hoeven geen verantwoording af te leggen tegen een politieke bestuurder, die uiteindelijk weer verantwoording aflegt in een democratisch lichaam zoals de gemeenteraad, provinciale staat, de Tweede Kamer. Hoe zit dat dan met de legitimiteit en de verantwoording? Dat zijn natuurlijk essentiële publieke waarden. Staan die dan onder druk? We zien het met het hele governance gebeuren. De hele benadering dat je meer in ketens en netwerken moet doen. Dat je publieke en private partners bij je beleid moet betrekken. Dat zien we in de veiligheidsketen. Dat maakt de politie misschien wel effectiever. En legitimiteit ontstaat door effectiviteit. Als jij je doelen bereikt, dan levert dat een deel van de legitimiteit van een organisatie op. Als de politie beter in staat is om veelplegers op te pakken omdat ze samenwerkt met jeugdzorg, met het Openbaar Ministerie, met winkeliersverenigingen, met de reclassering, noem nog eens wat organisaties uit de keten op, uit de veiligheidsketen op. Dan zou je kunnen zeggen, in de gemeente, heel belangrijk, superbelangrijk speler, zou je kunnen zeggen, dat is legitiem omdat de politie daardoor effectiever wordt, beter in staat is om zijn doel te bereiken.
Maar legitimiteit is, ontstaat niet alleen maar door effectiviteit, maar legitimiteit ontstaat ook doordat je democratisch handelt, doordat je verantwoording aflegt, doordat je accountability op orde is. En dat is even de vraag of er daar niet een deficit zit, een gat zit in die hele netwerkbenadering. Want als private partijen aan tafel schuiven bij publieke organisaties, wordt er informatie gedeeld, worden er taken verdeeld, worden er doelen gesteld waarover een compromis moet worden gemaakt. Maar diezelfde private organisaties hoeven geen publieke verantwoording af te leggen. Terwijl het doel van het netwerk misschien een compromis is tussen de doelen van private en publieke organisaties. Dat is een mega interessant fenomeen. Het hele governance gebeurt, het hele netwerkend werken, doet enorm zijn intrede in de publieke sector. Heeft zijn intrede al gedaan in de publieke sector. Het idee van horizontalisering van openbaar bestuur. Je stakeholders erbij betrekken. Horizontale verantwoording afleggen aan je klanten, aan je belanghebbenden in het onderwijs, aan bedrijven, aan ouders, aan leerlingen, aan de buurt, aan de omgeving. Veel meer horizontaal dan verticaal. Veel meer horizontaal naar stakeholders dan verticaal langs de democratische lijn. Heeft uiteindelijk natuurlijk wel tot gevolg dat misschien een aantal van de publieke waarden, zoals democratische verantwoording, onder druk komen te staan. Dus die blurring of the sectors zegt eigenlijk dat het onderscheid, dat je dat niet eens meer echt kunt maken omdat dat zo in elkaar krijgt. En zeker mensen actief in de veiligheidsketen zien dat enorm. Private organisaties hebben niet om geen publieke verantwoording af te leggen. Dus als jij allemaal private organisaties publieke taken laat uitvoeren en dus publiek vanuit publieke middelen financiert, of je betrekt ze bij de uitvoering van beleid in netwerken en in netwerken en in ketens, dan heb je toch een verantwoording voor. Ik laat me nooit, zeg ik dan altijd. Ja toch? Dat is wel waar. Ja, ik kan nog maar meepikken zo even voor de pauze. Wat mij overigens op een relevant punt brengt. Pauze. Toch? Please. Ik ga weer geloof ik veel te traag. Maar dat zie ik in mijn eigen pauze gelijk uit. Dat is mijn voordeel eigenlijk. Zullen we een minuut of... 20. Tot 5 over doen? Net genoeg voor al die slapen rokers hier die nog buiten zijn. Toch? Naar uitvoerende agentschappen van de overheid, die misschien heel erg sterk onder invloed staan van de sector die ze bedienen. Of naar ministeries, vakministeries die erg onder invloed staan van de sector die ze bedienen. Het ministerie van Landbouw, toen nog zelfstandig georganiseerd was, een ministerie dat erg
onder invloed staat van lobbygroepen uit de landbouwsector. ELI, zoals dat dan nu is, met... EZ heet het weer, hè? Ja. Dat blijft maar weer anders. Ik denk altijd bij mezelf, wat zou dat nou kosten dan, hè? Om dat dan weer overal door te voeren. Dat heeft ook wel een aardig kostenplaatje. Moet je toch ook weer al je briefpapier... Nee. Dat is niet handig? Nee, logo. De overheid heeft één logo. Ja, één logo, maar dan zet je er ook je... Zet er daar niet een naamje op? Nee. Oh, nou, dat stelt me op. Ik heb zelf nagedacht. Als je kijkt naar topsectorenbeleid en je kiest 10 topsectoren uit, dat is natuurlijk ook van enorm belang voor de sectoren om daartussen te zitten. Dus daar gaat ook een enorme lobby van die sectoren uit om binnen het topsectorenbeleid te vallen. Nou, als je daarnaar kijkt, naar de lobbygroepen, dan zou je kunnen zeggen, sommige publieke diensten staan zo onder invloed van de achterban die ze bedienen, dat ze min of meer ook wel werken als een soort van bedrijf dat een belang dient. Daar kun je je vraagtekens bij zetten hoor, want dat betwijfelt namelijk de integriteit van ambtenaren en die ga ik zeker niet voor mijn rekening nemen, maar het is wat veel schrijvers en onderzoekers zeggen. Het gaat nog verder dan dat. Private organisatie met een publieke missie, zou je kunnen zeggen. Publieke organisatie die zijn eigen inkomsten genereren. Denk even aan de leges die wij betalen voor allerlei diensten. Is dat niet ook waar kostprijsberekeningen aan zijn grondslag liggen? In hoeverre opereert de overheid dan niet als een bedrijf? En als we nou publieke doelen hebben, maar we contracteren private organisaties om dat uit te voeren, we zeggen dijken aanleg en bescherming tegen hoog water, dat is een publiek goed, maar het aanleggen van die dijken laten ze privaat doen. Voor grote aannemers. Of we kijken naar publiek-private samenwerkingen om samen goederen of diensten tot stand te brengen. Dan zien we toch eigenlijk een continue vermenging van publieke en private organisaties. De vraag is eigenlijk cruciaal, waar begint dan de overheid en waar eindigt de overheid? Kun je eigenlijk nog wel precies zeggen wat de publieke sector is? Nou, dat is, als je kijkt naar het vermengen van die sectoren, natuurlijk een lastige. Dat is afhankelijk van naar welke variabelen je kijkt. Als je kijkt naar financiering, ziet de publieke sector er heel anders uit dan als je kijkt naar publiekrechtelijke of privaatrechtelijke aard van een organisatie. Of als je kijkt naar organisaties die publieke verantwoording moeten afleggen. Jullie zien, we komen langzamerhand aan straks bij het artikel van Dijkstra van der Weer. Wat we in ieder geval kunnen zeggen, is dat het een heel simpel onderscheid maken tussen publieke en private organisaties niet mogelijk is. Dat simpele verschillen misschien ons denken wel een beetje structureren, maar dat ons als wetenschappers niet verder helpt. Maar we weten ook dat het onderscheid er wel is, want dat hadden we aan het begin al gezien. Misschien moeten we eerst even kijken naar waarom er überhaupt organisaties zijn. Als we naar organisaties gaan kijken, of nou privaat van aard zijn. Waarom zijn wij niet allemaal individuen actief op de markt? Want je kunt in principe tussen twee manieren sturen. Je kunt op de markt goed en niet tot stand laten komen, je kunt het in organisaties doen. En organisaties zijn dan publiek of privaat van aard, maar in principe is het simpel onderscheid om te sturen middels de markt of middels de hiërarchie. En blijkbaar hebben wij gezegd, nou, we gaan niet alles op die markt proberen tot stand te brengen, want dat is niet efficiënt. Blijkbaar vinden wij het efficiënt om voor sommige dingen organisaties op te richten. Nou, we hoeven maar het simpele voorbeeld van hier vandaag te nemen om te weten dat de organisatie als een universiteit Leiden ook efficiënt kan zijn. Jullie willen hoger onderwijs genieten. Ik vind het leuk om het onderwijs te geven. Het zou buitengewoon onhandig, complex en hoge transactiekosten met z'n tweeën. Als wij iedere week met elkaar op een markt zouden moeten onderhandelen over de prijs waarvoor we dat doen, over de hoeveelheid van de colleges, over welke locatie dat we gaan doen. Het is toch wel prettig dat daar een organisatie tussen zit die dat aan beide kanten regelt, die het vraag en het aanbod matcht aan elkaar. Dat heeft lagere transactiekosten, lagere productiekosten tot gevolg.
Dus blijkbaar is het efficiënt om je soms in een organisatie te verenigen. Organisaties bestaan, bestaande organisaties kan hiervoor goed verklaard worden vanuit het transactiekostenperspectief. Het idee dat die kosten afnemen, dat zien we aan de hand van dit voorbeeld. Dus de coördinatie via de hiërarchie, organisatie dus, of via de markt. Nou, we zien in ieder geval dat dat ook weer door elkaar loopt, want heel veel organisaties zijn actief op de markt. He, waarom bestaan er organisaties als Philips en Shell? Waarom zijn dat niet allemaal individuen die allemaal een stukje aan die keten toevoegen en op hun eigen markt weer proberen hun product of dienst te verkopen? Nou, we hebben gezien dat dat natuurlijk buitengewoon inefficiënt zou zijn om dat te doen. Je hebt hartstikke veel winst te behalen in je kosten door met elkaar zo'n organisatie te vormen. Of je nou een bedrijf bent of een publieke organisatie, dat doet u niet. Andersom zien we natuurlijk ook. We zien ook wel dat organisaties eenmaal, als die zijn gevormd, aan de binnenkant marktprikkels hebben om efficiënter te presteren. Dus onthoud die twee grote manieren om te sturen, hiërarchie en markt, die zijn ook niet meer zo makkelijk te scheiden. Want op de markt zien we veel hiërarchische verbanden, bedrijven, organisaties. En we zien in organisaties veel marktwerking, dat zien jullie ook. Prestatiemeting, prikkels om meer te presteren, bonussen, competentie, of ik moet zeggen niet competentie, competitie tussen agencies. En als er dan organisaties bestaan, waarom bestaan er dan publieke organisaties? Nou, we hadden gezegd tegen elkaar, die zijn er sowieso omdat private organisaties collectieve goederen niet kunnen of willen voortbrengen. Niet kunnen voortbrengen omdat ze er geen prijs voor kunnen berekenen. We kunnen niet een stukje dijk verkopen, we kunnen niet een stukje defensie verkopen en we kunnen ook niet een stukje openbaar bestuur verkopen. Dus omdat je het gebruik van de een niet kunt uitsluiten van het gebruik van de ander, is er geen bedrijf dat bereid is om zo'n product te maken of aan te bieden, omdat het geen prijs kan doorberekenen aan een individu. Dus een collectief goed kenmerkt zich doordat het niet exclusief te maken is. Je kunt het niet opdelen in verkoopbare stukjes. En bovendien gaat het gebruik van de een niet ten koste van het gebruik van de ander. Niet rivaliseren. Dus collectieve goederen, logisch dat die publiek worden aangesproken. Publieke organisaties. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel individuele goederen waar publieke organisaties zich mee bemoeien. Het zij in de zin van reguleren, wetgeving, het zij door diensten of goederen zelf te maken of aan te bieden, of in te kopen of wat dan ook, op de een of andere manier je daarmee te bemoeien. Een paternalistisch motief, denk aan het subsidiëren van lager onderwijs. Dat vinden we belangrijk, dat iedereen daarvan kan genieten. Soms ook dat je misschien zelf niet kan inschatten wat het belang is om dat te doen. Dus de overheid subsidieert dat zo dat het gratis is, het basisonderwijs, en verplicht het dan ook nog eens om het te volgen. Dat is natuurlijk vanuit economisch perspectief een bizar iets. Paternalistisch motief. Externe effecten kan een reden zijn voor een overheid om zich ermee te bemoeien. Externe effecten die ontstaan tussen mensen die willen vliegen en Schiphol die de dienst aanbiedt. In die prijs die je daarvoor betaalt, zit niet alle vervuiling opgesloten die tot stand komt met het sluiten van het contract tussen iemand die wil vliegen en de vliegmaatschappij die een vliegtuig daarvoor aanbiedt. Dus de overheid reguleert de markt voor externe effecten. Namelijk milieuvervuiling. Geluidsoverlast. Externe effecten in het onderwijs kunnen ook zo'n reden zijn, hè, om het open onderwijs te subsidiëren. Het jaar wat jullie hier volgen, ieder jaar wat je volgt aan open onderwijs, leidt tot 8 tot 11% hoger inkomen later. Dat is op zich al genoeg reden om te gaan studeren. Maar ook gezamenlijk met elkaar proberen zoveel mogelijk mensen naar het open onderwijs te brengen, levert ons maatschappelijk meer welvaart op. Dus de externe effecten van onderwijs zijn ook een reden, kunnen een reden vormen om open onderwijs te subsidiëren. En monopolieposities van bedrijven kunnen ook een reden zijn voor de overheid om zich met een dienst of goed te bemoeien. Stel je voor dat er van nature een monopolie ontstaat
in een bepaalde sector, zoals is ontstaan op het railvervoer. Bij de NS, dan gaat de overheid zich daar ook mee bemoeien. Gaat dat reguleren of nationaliseren of biedt dat zelf aan? Of privatiseert dat maar, houdt de aandelen in eigen hand? Omdat er anders veel te hoge prijzen tot stand komen op onrendabele lijnen, waardoor niemand daar meer gebruik van maakt. Onverzekerbaar risico's. Niemand, er is geen private partij die werkloosheid wil verzekeren. Dus de overheid zegt, dat doen we dan verplicht met z'n allen. Inkomenspolitiek kan ook een reden zijn. Gezondheidszorg die tot stand komt voor een acceptabele prijs, een toegankelijke gezondheidszorg. Dus dat zijn in de basis de goederen die we net noemen, allemaal individuele goederen, maar blijkbaar zijn er toch verschillende gronden voor de overheid om zich daarmee te bemoeien. Dus als eerste, waarom organisaties? Nou, omdat dat efficiënter kan zijn, transactiekosten drukt. We zien ook daar dat het wel over overloopt. En als tweede, waarom dan publieke organisaties, collectieve goederen of quasi-collectieve goederen waarvan we met elkaar bedacht dat het goed is om ons daarmee te bemoeien. Het is wel relevant om even terug te gaan naar die vraag als je het verschil tussen publieke en private organisaties wil zoeken. Je zegt maar waarom zijn er überhaupt eigenlijk organisaties? Dat moet je wel weten en begrijpen. Dat staat niet zozeer in deze theorie. Een aantal ideeën waarom die publieke organisaties ontstaan. Even wat cases uitgewerkt. Dat kan ook zijn dat wij zelf incompetent zijn om bepaalde dingen te regelen. Wij kunnen bijvoorbeeld de veiligheid van ons voedsel niet zelf onderzoeken. Individuele incompetentie is daarvoor hebben we de voedselwarenautoriteit opgericht. Toetredingskosten, de ene laatste, de rest heb ik eigenlijk al genoemd. Slecht sheet management eigenlijk, heb ik nu al bijvoorbeeld 2 en 3 al net besproken. Ik word me vast te geven. Toetredingskosten uitzonderlijk hoog. Kan ook, hè. Dat hebben we gezien bij de NS. Als je daarna nog een tweede spoor naast wil zetten als private partij, dat kan bijna niet, toch? Zo gigantisch duur om dat te doen. Dat kan überhaupt gewoon niet als je kijkt naar hoe onze steden zijn dichtgebouwd. Dus dan zijn de kosten die je moet maken zo hoog dat wanneer je die hebt terugverdiend, er eigenlijk niet eens ruimte is voor 2 aanbieders. En we hebben gezien bij de zorgverzekeringenmarkt dat als je die helemaal niet reguleert, dat de maatschappelijke uitkomst onwenselijk is. Dat hebben we dan met elkaar zo besloten. De zorg moet toegankelijk zijn voor iedereen, dus onverzekerbare of heel duur verzekerbare risico's willen we niet. Dus reguleren we dat. Daarom publieke organisaties. Oké, als je nou gaat kijken naar of je een ordening kunt maken van organisaties, publieke organisaties. In hoeverre kun je dat ordenen? Welke modellen kun je maken? Dan kun je verschillende modellen zien die jullie goed moeten kennen. In ieder geval waar je er een aantal van moet reproduceren ooit een keer ergens. Dat lijkt heel mooi. Zo tegen de kerst. Of met een beetje pech in januari. Je zou kunnen kijken naar publieke organisaties vanuit financiering. Worden organisaties nou grotendeels vanuit publieke middelen betaald? Of trekken organisaties zelf die middelen aan? En eigendom, in hoeverre zijn die organisaties in handen van de overheid, zijn het overheidsorganisaties? Of is het eigendom in handen van private partijen? Wesley en Zalt hebben dat dichotoom neergezet. Dichotoom wil zeggen het een of het ander. Dan komen zij, als je 2 assen maakt, met 2 variabelen, of je bent publiek gefinancierd of privaat gefinancierd, dus publiek eigendom of privaat eigendom, kom je uiteindelijk op het type van financiering. Boosman kijkt naar iets anders en zegt, je moet kijken naar economische en politieke zelfstandigheid.
En dat is een beetje een moeilijk te lezen grafiek en ik heb vandaag nog eens even een beetje op zitten studeren. Ik ben grafisch niet zo heel sterk, dus voor mij duurde het al lang voordat ik plaatjes goed kan lezen. Erg handig als econoom. Maar goed. Nee, valt mee hoor, maar je moet even goed kijken naar deze as en probeer dat plaatje nou eens te lezen. En dan ga ik zo meteen nog even zeggen over de bladzijdes, maar als je die tegenkomt van boven, lees hem eens van linksboven naar rechtsonder. Dan zie je dat er een soort continuum is van economische zelfstandigheid en politieke zelfstandigheid. Heel interessant. Wat voor type organisaties je hebt. Economisch zelfstandig, de partij die op de markt allerlei klanten heeft, is economisch zelfstandiger dan een marktpartij die alleen de overheid als klant heeft. Denk even aan de bedrijven die werkzaam zijn in de defensieindustrie. En zo dat je dat ook voor politieke zelfstandigheid. Heel interessant. Nog even iets over de paginanummering trouwens. Dat is misschien een beetje slordig, maar de paginanummering die aangegeven staat in de vakwijzer werd ik net op gewezen, is wel de paginanummering van de derde druk en de vergelijking tussen de derde en de vierde druk staat ook in de vakwijzer. Nu heb ik daar niet zoveel vermoeienis mee zelf, met de vakwijzer, maar het is wel goed dat het net even werd gezegd. Dus ga je lezen in hoofdstuk 4 en hoofdstuk 8 uit mijn hoofd voor deze week. Dan heb je een paar kleine secties die je moet doen, van een pagina of 10. Moet je wel even goed kijken welke druk je werkt en even of de bladzijdenvergelijker gebruiken als je daar uit de vierde druk werkt. Of als je daar uit de derde druk werkt, dan is er niks aan de hand, maar dat je het even moet weten is in ieder geval gegeven. Dus zeg nu nog maar even hier, dan weet je dat. Dijkstra en Van der Meer, het artikel wat jullie over de mail binnen hebben gekregen. Je zegt nou, als je nou die adem moet spelen. Duck and cover. Maar wij weten ons hier gelukkig volledig veilig. Met twee agenten. Ja. Die zelf, zeg maar. Oh, die? Ja. Kom ik ook iedere ochtend tegen, ja? Dan denk ik altijd, mijn god, dat zal koud zijn in zo'n tijd. Dan ga je wel echt voor je zaken als je daar dan een maand in dat twee maanden in gaat slapen. Wat je ervan ook vindt hoor, dat ik niet. Ik zou het ook zeer onpraktisch vinden, maar met allerlei andere overwegingen. Zoals van waar ga je dan, hebben ze dan toiletten in douches en zo, of hoe doen ze dat? Springen ze de rondvijver in, of weet je? Weet je wel? Lastig hoor. Dat het over hebben voor je idealen, hè? Zeker! Vechten voor je idealen, dat is heel belangrijk. Maar ik geloof niet dat de groep heel groot was. Maar in ieder geval hoog gewaar. Toch, een hele paar constatering. Dan ga ik met een waarde over. Verder maar. Zo, dan krijg je stil op de pijn. Maar goed, oké. Okay. Dan gaan we weer verder. Dijkstra en Van der Meer, die hebben dan geprobeerd om die blurring boundaries uit elkaar te trekken. Disentangling is gewoon uit elkaar trekken. En zeg nou, je moet eigenlijk op vijf assen of perspectieven kijken of iets publiek of privaat is om een beetje beter te begrijpen hoe die organisaties nou alsnog zou kunnen indelen in de voor zover dat dan nog kan. Omdat het zo door elkaar loopt. Maar ze zeggen, politieke controle is een belangrijke om te bepalen of iets meer publiek of meer privaat is qua organisatie. Als je dus die blurring boundaries uit elkaar wil trekken, dan zeggen zij, nou kijk dan naar deze vijf dingen en zet dat eens onder elkaar en bepaal dan of het over het algemeen genomen meer publiek of meer privaat. Politieke controle is er één. Leg je nou publiek verantwoording af of niet? Nou, dat is heel belangrijk. Maar ook wel weer heel lastig, want er zitten allerlei tussenvormen. Verantwoording publiek of niet, zeg ja of nee, maar wat doe je dan met organisaties die een raad van bestuur hebben en een raad van toezicht, maar de raad van toezicht wordt dan benoemd door de minister. Maar de raad van toezicht houdt wel onafhankelijk toezicht. Hoe beoordeel je dat nou? Dat is ook wel weer lastig van, hè? De Universiteit Leiden heeft een raad van toezicht die door de minister wordt benoemd. Maar wij leggen zeg maar niet direct verantwoording af aan de minister.
moeilijk om dat in te delen. Alleen als je ziet al die... Sorry? Alleen als het fout gaat. Nou, ook dat zie je natuurlijk sowieso, waar de minister misschien helemaal niet rechtstreeks voor verantwoordelijk is, dat als er incidenten zijn, dat er ook een incidentenpolitiek plaatsvindt en de minister wel ter verantwoording worden geroepen, ook voor allerlei problemen die in ZBO spelen, maar waarvan we juist al hebben gezegd, ZBO's moeten niet zozeer politiek aangestuurd worden, zelfstandig bestuursorganisatie, in plaats van waschap. Dus dat is inderdaad een goed punt, maar wettelijke status, dat is er eentje die is simpeler, hè? Die is heel binair, 0 of 1, ja of nee. Is het publiek rechtelijk of niet? Is het ingesteld bij publieke wet of niet? Of is het privaatrechtelijk? Is het een NV of een BV, een stichting, een vereniging, een eenmanszaak, een VOS? Dat is niet altijd zo makkelijk toch? Want soms dan treedt de overheid op als privépersoon. Ja, nee, natuurlijk. Als je gewoon weer een gewoon contract hebt. Maar als je kijkt naar de aard van de organisatie, dan zou je die vraag goed kunnen stellen. Maar ja, aan de andere kant. Oké, dat is dan zo, dat is interessant, publiek of niet, maar wat nou als een organisatie privaat is, een BV of een NV, maar de aandelen zijn voor 100% in handen van de staat. Dus dat zit er dan ook weer tussenin. Wettelijke macht of bevoegdheden, zijn die publiekrechtelijk of niet? De Universiteit Leiden heeft publiekrechtelijke bevoegdheden. Toch? Wij mogen diploma's uitdelen. Maar dan hebben we bijzondere scholen ook die in vereniging of stichtingsvorm zijn opgericht. En dus niet direct verantwoording afleggen. De Radboud Universiteit heeft het ook. De Radboud Universiteit is een bijzondere universiteit. He, met een stichtingsbestuur bestaande uit allerlei katholieke gremia die dat hebben samengesteld. Maar die mogen wel diploma's uitreiken die het publiek erkend zijn. En de medewerker van de NS, dat vind ik ook echt een tricky. Dingen, die mogen boetes uitdelen. Of dacht je van het allerbekendste en meest saaie voorbeeld daarom ook de APK-garage. Dat is toch een bedrijf, overduidelijk. Maar die heeft wel een publiekrechtelijke bevoegdheid, namelijk om een auto goed te keuren of af te keuren. Een APK-controle te doen. Jullie weten vast ook, als je een hele oude auto rijdt, wat het nog wel kan uitmaken bij welke garage. Het is trouwens tegenwoordig niet meer zo dat als je aan het einde van de dag gaat, dat hij dan makkelijker gekeurd wordt. Wist je dat? Dat is niet zo. Ik heb zelf een oldtimer, dus ik heb heel lang geprobeerd om het zo voor elkaar te krijgen. Dat je aan het einde van de dag, dan, joh, keur goed dat ding. Maar nu wordt direct, als je hem aanmeldt, wordt hij direct gezegd, je krijgt controle of niet. Het maakt niet uit op welk moment van de dag je gaat. Ja. Dan zou je misschien wel weer zeggen hoe vroeger je gaat verbeteren. Maar die zei dat controle af de laatste heel nacht opstaan. Ik weet niet of dat waar is. Ik weet niet. Maar dat is hij. Wettelijk economisch eigenaarschap. Daar hebben we het net al even over gehad. Hè. Dus in hoeverre is de organisatie publiek eigendom of niet. En als laatste financiering hebben we het ook over gehad. Trek je nou grotendeels publiek je middelen aan of privaat? Nou, als je die 5 gebruikt, kun je dat overlappende van publieke en private organisaties een beetje uit elkaar trekken. Maar je ziet, op zichzelf genomen, is op iedere van deze assen of perspectieven, zijn er ook alweer tussenvormen of vragen om te beantwoorden. Dus je ziet eigenlijk, modellen zijn hartstikke handig. Sowieso. Zonder modellen bijna geen wetenschap zou ik willen zeggen, maar het is toch moeilijk om de complexe realiteit te bekijken, want welke indeling je ook gebruikt, die gaat altijd het probleem hebben dat je relevante informatie verliest. Hè? Dat is nou eenmaal inherent aan het maken van categorieën en modellen. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat het zinloos is. Nee, sterker nog, het is echt een heel goed artikel om beter te begrijpen hoe je die indeling zou kunnen maken. Zorg dus dat je dit ook goed begrijpt. Generic approach, blurring of the sectors, en distinct approach komen we zo op. Als we nou het onderscheid wel gaan maken, we gaan daar nog iets dieper op in, had ik aan het begin van het college gezegd. We hadden ons tot doel te begrijpen waarom zijn er organisaties, waarom zijn er publieke organisaties. Als je organisatie wilt verbeteren, is het dan relevant om publieke en private organisaties te onderscheiden, ja of nee? 3 benaderingen. Generic, blurring
is het. Dat is het verhaal. Dat is de kapsel van vandaag. Daar hangen we het dan op. Die vragen, die dingen kunt schetsen, zit je goed. Het is belangrijk om te weten wat je wel en beter niet moet doen. Hè? En daarom zijn dit soort colleges ook. Reden is niet te bestuderen zonder colleges te volgen. Want dat is een geld op zich niet. Als je dat hele goed vanavond. Dat vorige keer, twee jaar geleden ook zo. Kijken in de praktijk. Waaruit blijkt nou dat publieke en private organisaties wel verschillen? Onderzoekers wezen bijvoorbeeld uit dat mensen die hebben gediend in beide sectoren zeggen dat er wel een onderscheid is, maar het zijn voornamelijk mensen die in de toplagen hebben gediend. De managers. Die zeggen ja, ik heb in de publieke sector minder bevoegdheden en minder vrijheden dan in de private sector. In de publieke sector ben ik me altijd beperkt door wet en regelgeving, door politieke bestuurders, door media die meekijken. Maar ja, dat onderscheid is dan op topniveau. Maar geldt dat dan ook voor uitvoerende mensen? Geldt het ook voor receptionisten die in beide sectoren aanwezig zijn? Want ook die zijn er natuurlijk. Geldt het ook voor mensen die, die de boekhouding op orde moeten brengen? Geldt het ook voor mensen die zich bezighouden met communicatie? Communicatiestrategie en met mensen die bezig zijn met het HR-beleid. Of mensen die beleidsevaluaties doen van programma's en projecten. Of projectmanagers. Merken die dat onderscheid ook? Nou, dat zijn natuurlijk die mensen die die generieke benadering aanhangen. Die zeggen, nou juist op dat niveau spelen dezelfde problemen en dezelfde dingen. En daarom is het onderscheid niet relevant. Wat we twee weken geleden in het college hadden gezegd. He? Toen ik vroeg aan, ik weet even niet waar de consultant zit, maar daar zit de consultant. Die ook aangaf, je gaf ook aan dat je soms wel eens dezelfde modellen of methode van aanpak toepast op beide sectoren. Omdat je dezelfde problemen ziet. Als je strategie wilt vormen, bijvoorbeeld ook. Spelen we graag ook. Ik had dit al gezegd. Gaan we overstaan? Waarom zou ik het herhalen? Dat zijn we niet nodig. Maar we zien in ieder geval, als we al verschil maken, we zien natuurlijk, voelen we aan dat er verschil is. Er is sowieso een waardeverschil tussen de publieke en de private organisaties. De publieke organisaties, de overheid is een monopolist. Die dwingt ons om bepaalde producten en diensten af te nemen. Er is geen sprake van een vrijwillige keuze. Het is niet zo dat ik mag kiezen of ik belasting betaal of niet. Het is niet zo dat ik kan zeggen, doe maar die defensie en die niet. Het is niet zo dat ik zeg, doe maar die justitie en die politie. Dus het is, er zit geen vrijheid in die keuze. Het is eenzijdige dwang. En omdat er eenzijdige dwang is, is niet alleen maar efficiëntie en effectiviteit een belangrijke waarde, maar hechten we ook zo aan rechtvaardigheid en rechtsstatelijkheid en transparantie en verantwoording, democratisch handelen. Integriteit. Juist omdat de overheid monopolist is, juist omdat de overheid zoveel macht heeft, hebben we gezegd, dan moet je dus dit soort waarden moeten ook binnen het overheidshandelen geïncorporeerd zijn. Veel meer dan in de private sector, waarin het draait om winst maken, om continuïteit en voortbestaan. En de doelstellingen van de overheid zijn daarom ook veel meer van publieke organisaties dan private organisaties soms intrinsiek strijdig. Als je democratisch handelen wil bevorderen, is het dan efficiënt om alle macht in één hand te brengen? Je zou zeggen, het is, of is het efficiënt, is het verstandig, moet ik zeggen, om alle macht in één hand te brengen? Nee, maar het is wel efficiënt. Toch? Ik bedoel, als je kijkt hoe moeizaam het kan zijn om infrastructurele projecten van de grond te krijgen in democratische samenlevingen. En als je dat vergelijkt met de growing tigers in het oosten, in hoeverre daar zo snel steden en infrastructurele projecten uitgevoerd worden gestampt, zou je zeggen, ja, dat is inderdaad wel efficiënt wat daar gebeurt. Maar het is niet democratisch. Er is geen fatsoenlijk democratisch proces aan vooraf gegaan, waarin mensen een voice-optie hebben waarin ze zich kunnen uitspreken, ergens tegen kunnen zijn, petities kunnen indienen,
inspraakavonden kunnen organiseren waarin ze de gemeenteraad kunnen beïnvloeden, proberen te beïnvloeden of zichzelf verkiesbaar kunnen stellen. Dat is daar natuurlijk niet. Dus in het hart van de overheid zit de spanning tussen efficiënt zijn en democratisch legitiem handelen. En juist daarom, omdat we die machten hebben proberen te scheiden, omdat we niet een almachtige overheid willen hebben, weet die overheid zich dus beperkt door een grondwet, door wet en regelgeving en door die macht te scheiden. Dus wij deconcentreren macht. Maar in het hart daarvan zit eigenlijk meteen ook weer een efficiency probleem. We creëren daarmee onze eigen inefficiency. Maar waar in de private sector efficiency en effectiviteit altijd het leidende criterium is, is dat dus bij de overheid helemaal niet zo. Een ander belangrijk bekend voorbeeld, uiteraard, is wat we ook al eerder hebben aangehaald. Na 11 september, in een anti-overheidsland, anti-statelijk land als de Verenigde Staten, waarin er zoveel meer geld ging naar veiligheidsdiensten, naar politie, naar onderzoekscapaciteit bij veiligheidsdiensten. Dat is niet per se efficiënt, maar mensen vinden op dat moment andere belangen, andere waarden belangrijker. Dus efficiëntie is lang niet altijd leidend. En we zien dat binnen al die waarden, jullie hebben het ook natuurlijk uit het boek van openbaar bestuur van Bovens al geleerd, denk ik, in boek 1, kun je dat cirkeltje maken, dat er allerlei spanningsvelden te verzinnen zijn tussen, efficiëntie, effectiviteit, rechtvaardigheid, integriteit en democratisch handelen. Die vier die zij onderscheiden, waar je nog een hele hoop waarde omheen kan bouwen, daar zitten zoveel verschillen tussen. Een hele belangrijke, hele bekende voor ons is natuurlijk ook de vraag in hoeverre de overheid altijd de beste man voor de beste plek moet hebben, of dat de overheid ook een afspiegeling moet zijn van de samenleving. Een heel actueel probleem, wat in ieder geval jarenlang is geweest bij de politie, waarvan het vorige regeerakkoord zei dat dat zou moeten worden afgeschaft. Benoemingen in de publieke sfeer zouden altijd op basis moeten zijn van kwaliteit en nooit meer op afkomst. Ik zou eerlijk gezegd niet weten, misschien hebben een aantal van jullie het nieuwe regeerakkoord ook gescand, of daar nog wat over wordt gezegd. Maar superbelangrijk, als je mensen niet meer gaat aanstellen op wat ze kunnen, maar op waar ze vandaan komen, of dat dat niet het enige leidende criterium is, dan is dat een enorme beleidswijziging. Er is natuurlijk heel wat voor te zeggen. Dus ik ga die politieke discussie hier niet voeren. Wij weten allemaal dat daar ideeën, theorieën over zijn die zeggen dat als je een sociale dienst hebt waarin de cliëntele zich totaal niet herkent in wie de overheidsdienaar is, dat het dan niet matcht en dat dat niet gaat en dat dat voor politiemensen ook geldt. Je kunt een hele goede discussie voeren over of raden van besturen, van bedrijven, of topmanagers bij de overheid, of de top van de overheid, de algemene bestuursdienst, beter zou zijn als dat gemêleerder zou zijn, als er meer vrouwen in zouden zitten, als er meer mensen van verschillende etnische achtergronden zouden zitten. Daar kun je een hele goede discussie over voeren, super actueel. Ander soort waarden, ander soort vraagstukken spelen dus in die publieke sector meer dan in de private sector. Samenvattend. Een mooie sheet te vinden in Rainey, die aan het einde van hoofdstuk 3 dat nog eens even goed opzomt. Wat dan belangrijke verschillen zijn die zijn gevonden tussen publieke en private organisaties. Lees die ook goed door. Dat geeft een heel helder, concreet beeld over wat er nou in zo'n heel hoofdstuk eigenlijk wordt besproken. Heb je dat dan al gelezen, dan kun je voor een tentamen voorbereiding, je lekker beperken tot zoiets, kun je daar je verhaal mee vertellen en als je iets heeft, dan denk je, goed, hoef je dat niet allemaal nog een keer door te gaan nemen. Kan ik gewoon zeggen over dit college, begrijp je dat wat daar staat, dan is dat voor dat gedeelte van het hoofdstuk genoeg. Plus dit verhaal. Dus
dit hoofdstuk 3 van druk 3 of? Nee, het hoofdstuk in Nederland is hetzelfde. Dus dat, dat maakt niet uit. Er staat een mooie, Rainey somt dat goed op, vind ik, in zijn boeken. Het is soms misschien wel een beetje, je hoeft niet al die namen te weten, enkele grote auteurs is wel handig. Waar die in het begin bespraken, maar van al die namen die hij verder noemt, hoef je verder niet te weten wie wat heeft gezegd. Dat vind ik niet relevant. Als je maar de verhalen in je eigen taal, in je eigen tekst kunt reproduceren, enigszins. Dus, het unieke van het publieke. Komen we uit op die distinct approach, de derde methode, we hebben er dus drie gehad. Kort misschien saai het verhaal, maar blijft het echt. Blurring distinct. Distinct zegt, nou oké, als het dan anders is, welke konden dan? Nou, de overheid kent geen markt, duidelijke zaak. Dus geen marktmechanisme, geen marktprikkel, geen prikkel om efficiënt te zijn, geen concurrentie. Overheidsdienaren weten zich wel meer beperkt publieke managers, zeker door wettelijke beperkingen. Die transacties met de omgeving die zijn er niet vrijwillig, maar dat hebben we net gezegd, die zijn eenzijdig en onvermijdelijk. De overheid kan dwingen en afdwingen. Denk maar aan het geweldsmonopolie, wat ligt bij de politie. En het is sowieso natuurlijk anders omdat de omgeving veel kritischer is, de media kijkt mee, stemmers, wij, met elkaar. Burgers hebben volgens Hans Wiegel afgelopen dagen kunnen zien hoeveel invloed wij met elkaar hebben als we onze voice optie gebruiken. Namelijk dan gaat de islamafhankelijke zorgplanning op tafel. Ik weet niet precies of dat daarbij komt, maar in ieder geval het is die publiek kritische blik die je in de private sector helemaal niet zo hebt. Ja, want dat is waar we dit tegen afzetten. Op hoeveel invloed Wiegel zelf nog heeft? Ik zou er geen mededeling over doen. Als we even kijken naar, om af te ronden, onderzoeksresultaten. Wat laat nou concreet onderzoek naar organisaties zien? Dan kunnen we in ieder geval zeggen dat er in publieke organisaties meer formalisatie is. Ik zit heel erg stiekem te kijken hoeveel we er nog hebben. Ik moet gaan afronden. Dat gaan we helemaal redden, keurig. Meer regels en procedures op het gebied van inhuur. Op het gebied van ontslaan van mensen, dus op het gebied van HR, Human Resource, promoveren, mensen belonen voor goed werk van mensen afkomen, is complexer. En datzelfde zien we ook voor inkopen van producten. Veel meer regels en richtlijnen en we zien het ook als laatste bij accounting, dus de financiële verantwoording. Daarvoor zien we dat dat niet uit die organisatie zelf komt, maar dat overkoepelende agentschappen, ministeries, dat van publieke organisaties verlangen. Meer verantwoording, meer regels en richtlijnen om te volgen op het gebied. Maar we zien ook dat de overheid niet op alles meer formalisatie, meer documentatie, meer red tape heeft. Want allerlei andere onderzoeken die Rainey aan had laten zien dat bijvoorbeeld research and development helemaal niet per se bureaucratisch verloopt bij de overheid. Omdat research, dat zou je kunnen verklaren, omdat research and development in het bedrijfsleven altijd het aanwenden van geld daarvoor moet leiden tot innovatie, tot verdiensten. Dus als je dat gaat doen, research and development, dan moet dat ook beter geoormerkt zijn, meer verantwoording over worden afgelegd. Omdat je winst moet maken. Dus je bent misschien minder vrij in het bedrijfsleven om te besteden waaraan je wilt besteden. Je moet ook misschien op de persoon beter verantwoording af kunnen leggen. Research and development bij de overheid zie je in ieder geval daar ook meer teamprestatie bij kunt kijken. Nou, teamprestatie is altijd in die zin minder bureaucratisch. Twee conclusies. Publieke organisaties lijken erg op private organisaties als ze dezelfde soort taken hebben. Meer dan dat ze lijken op andere publieke organisaties. Het is dus niet zo dat je over de hele publieke sector van die simpele conclusies kunt trekken. Publieke ziekenhuizen lijken meer op hun private varianten in het buitenland dan dat publieke organisaties bijvoorbeeld heel erg lijken op onderwijsinstellingen of op ministeries. En dus zo gek veel verschil is er niet, of in ieder geval de onderzoeksresultaten zijn heel divers. We hebben een aantal zaken laten zien waarop die wel duidelijk verschillen. Inkoop, accountancy, personeelsbeleid.
Maar dan alsnog, niet alle publieke organisaties zijn dan per se op die dimensie bureaucratisch, dus ook dan weer heel veel variatie binnen die organisatie. Wat hebben we dus eigenlijk nodig, om het zo te zeggen? We hebben een groot internationaal vergelijkend onderzoek nodig, met een grote N, het onderste deel, om uit te zoeken op wat hierboven staat, in hoeverre dat nou klopt, en in hoeverre er misschien nog wel meer variatie mogelijk is tussen publieke en private organisaties. We hebben ook gezien dat het moeilijk is om zo'n groot onderzoek te doen. We hebben in ieder geval gezien dat er wel onderscheid te maken is tussen de tussen publieke en private organisaties als je die distinct approach aanhoudt. En daarmee gaan we besluiten. Drie minuten te laat, maar dat maakt niet. Als het goed is, hebben jullie van Mark te horen gekregen, de coördinator van het vak, dat er een kleine aanpassing zit in de volgorde van de colleges. Jullie gaan namelijk hierna twee weken kijken naar publieke aanzetten om organisaties te verbeteren en private aanzetten. Maar het even al over wat het gaat, dingen als nieuw public management, bedrijfsmatige technieken, publieke theorieën over verbetering van dienstverlening. Die twee worden opgeknipt. Wim van Noord doet, dacht ik, de private varianten. Mark Reinders wil de publieke varianten. Volgende week beginnen jullie met de publieke varianten van Mark. Maar hij schijnt daar iets over op Blackboard te hebben gezet. Dus dan moet je in ieder geval lezen Dennard 6 en 7. Als laatste zou ik zeggen, als jullie nu vragen hebben over dit college, dan kun je me gewoon mailen op het bovenstaande e-mailadres. Als je dat niet hebt, dan is het ook goed. Als dat later nog komt, dat soort vragen in de voorbereiding op de tentamen, dan zie ik jullie sowieso voor het gedeelte wat, waar ik voor aanwezig was, het college 1. En vandaag kom ik even langs op het sponsorcollege om even de vragen daarover te vallen. Bedankt voor jullie aandacht. Het was weer leuk om hier te zijn. Ik hoop dat jullie iets van geleerd hebben of iets opgestoken hebben. En voor de mensen nog maar kansen, tot morgenavond. En de rest van de kleine avond.